Vandaag gaan we weer een vlogje doen. Jullie vonden het leuk vorige keer. En ik vind het ook best tof om te maken. Dakar Malden is het hier. Kijk, ik vind het helemaal prima als het niet geregend heeft. Er is niks als glad en als plassen en als ja, alles wat je wil hebben om op je bek te flikkeren. Staat hij het dan, hè? Jezus. Gewoon doorrijden, hè? Gewoon doorrijden. Sorry, jongen. Niet normaal. Dan ben ik blij dat ik niet meer met de bus hoef. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Zo, een hele goeiemorgen, dames en heren. Ik moet mijn knipperlicht wel uitzetten. Vandaag gaan we weer een vlogje doen. Jullie vonden het leuk vorige keer. En ik vind het ook best tof om te maken. Het zag er ook heel leuk met de edit uit, zeg maar. Ja, waarom niet, hè? Uiteraard gaan we wel gewoon onderwerpen bespreken. Maar gewoon meer in een vlogstijl. En net zoals vorige keer. Dan gaan we weer over het paadje van de Dakar. Dakar Malden is het hier. Kijk, ik vind het helemaal prima als het niet geregend heeft. Als het eruit geregend heeft, jongen, dat is niet normaal om mee te rijden. Er is niks als glad en als plassen en als ja, alles wat je wil hebben om op je bek te flikkeren. Dat hebben ze hier liggen. Het heeft voor mij vannacht ook gewoon continu geregend. Het zijn best grote plassen vandaag. Hier zijn ze niet bezig, maar toch wel weer bezig. Ik snap dat niet. Aan de overkant hebben ze ook nog steeds dat bord daar staan, daar in de verte. En dan doen ze het over een meter of twee, hè. Dan denk ik echt van, ja, maar wat is de reden dat het zo lang duurt? Is er geen asfalt? Is er geen werklui? Zijn er geen spullen? Dat kan ook. Dat raak ik toch af. Ik heb jeuk aan mijn been, aan mijn onderbeen. Jezus, man. Ah, dat heb je wel eens, hè. Ik heb dat heel vaak, heb ik dat als ik aan de brommer rijden ben, heb ik dat in mijn helm, op mijn hoofd bijvoorbeeld. Dan moet ik krabben ergens achter op mijn hoofd en zo. Dan heb ik jeuk. Dan denk ik eens van, ja, Ik heb het ook wel eens gehad. Kijk, normaal kun je stoppen. Dan net zoals hier, dan kun je even op de kant stoppen, zet je helemaal van, dan kun je krabben. Ik heb dat wel eens gehad op een 50 weg. Ja, dan kun je niet stoppen. Althans, dat kan wel, maar ik denk niet dat auto's daar heel blij van worden. En ook altijd als ik op de brommer zit, dat is altijd zo typisch. Staat hij het dan, hè? Jezus. Gewoon ook doorrijden, hè? Gewoon doorrijden. Sorry, jongen. Niet normaal. Ik heb altijd jeuk op mijn been altijd. Ik heb altijd op de onmogelijkste plekken heb ik jeuk. Dan ben ik blij dat ik niet meer met de bus hoef. Daar ben ik wel echt heel blij mee. Althans, niet per se. Want natuurlijk, ik ga nog wel eens met de bus of met de trein als ik best ver moet reizen. Of dingen heb. Maar zo naar het werk of net waar, ga ik niet met het openbaar vervoer. Dan ga ik met de brommer. En dat is soms toch wel lekker als je een brommer hebt. Want ja, op een of andere manier, het geeft zoveel vrijheid, brommerrijden. Als je met de bus of met de fiets bent gewend. Ja, met de fiets geeft het ook best veel vrijheid, maar dan ga je niet zo ver rijden. Maar met de bus bijvoorbeeld, wat ik het echt verschrikkelijkste vond. Volgens mij heb ik daar wel eens een video over gemaakt. Dat weet ik zeker. Is dat ze eigenlijk 9 van de 10 keer nooit op tijd kwamen. Ook al kwam ik op tijd, zeg maar. Ik reken altijd 5 minuten erbij, zeg maar. Om gewoon ja, op tijd te zijn bij de bus. En dan nog gewoon niet opkomen dagen. Of te laat. Of dan ben je weer te laat op je afspraak. En dan weer. Ja, er zijn altijd factoren die meespelen. Dat je denkt van, nou, dat is niet lekker. Ik heb het toen ook voor de zekerheid bij mijn theorie en mijn praktijk gedaan. Heb ik een trein eerder gepakt dan dat eigenlijk de bedoeling was. Want ja, zoiets wil je gewoon dat je op tijd bent. Deze bus vertrouw ik niet. Die vertrouw ik niet. Kijk, en als je een moeder of vader of familielid of broer, tante, neef, nicht, weet ik veel, een auto rijbewijs hebben en die rijden willen meerijden. Dat is alleen maar mooi meegenomen. Dus ja, wat dat betreft, qua belangrijke dingen is het wel heel fijn als jij een brommer of iets van vervoer hebt. Wat bijzonder, hij stopt eens een keer niet hier. Normaal stopt hij altijd daar, altijd. Altijd als ik hier rijd, dan stopt hij daar. Vandaag niet. Er staat niemand bij de bushalte, hoeft niemand uit te stappen.
Zullen we achter deze kinderen blijven? Oei, waarom loop jij op de weg? Doe eens niet. Oh, ik zie daarachter, helemaal daarachter in de verte, een verkeersbord met afsluiting iets. Dat is 9 van de 10 keer niet iets heel goeds. De burgemeester Tuinen slaan dicht op 18, 19, 27 en 29 juni. Oké. Dat duurt nog wel even. Dus Mark, edit Mark. Ik zou zeggen, zet het in je agenda. Want ja, dan kun je hier niet rijden. Ik hoop dan eindelijk eens dat ze hier aan deze weg gaan werken. En beter gaan maken, want goddomme wat een klote weg is dit. Overal gaten, maak dingen, weet je al, dit soort strips en hier weer een stuk geasfalteerd. En dan denk ik van asfalteer dan heel de boel. Zwaai er gewoon, dat is een ride-off truck. Asfalteer dan heel de boel of zo, niet een stukje. Ik denk dat ik wel genoeg heb besproken. Nou, vonden jullie deze video de tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van me zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zien we elkaar bij de volgende video weer terug. Hey, hoi hoi!